Meisje, hoe voel je je? Oh, ja, het gaat al. Ik kan alleen niet eraan liggen. Nee. Dat moet je niet meer doen. Och. Ik heb een tas achter in mijn auto liggen met 4 dezelfde jurkjes. Huh? Leuk. Ik zag toch ineens een beeld voor me dat je een roedel bent. Snap je? Een zwerm. Mevrouw van der Watering. Ja, is de chemotherapie te doen? Ja, maar jij blijft altijd een beetje prijsschieten natuurlijk, ja. In mijn geval. Ja. Het is palliatief, dus je gaat gewoon kijken, nou werkt dit, nou het werkt niet, dan probeer. Ja, dan wil ik gewoon je lijf pakken en dan zeg je, ik heb een kapot lijf en dan weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Moeten we hier stoppen met de chemo? Ik sta stijf van de prednison, slaap 3-4 uur per nacht. Het is gewoon pet. Ik ben even de weg kwijt tussen de film en de realiteit. En ik weet het gewoon niet meer. Ik kan helemaal niet meer functioneren. Dit project is in toenemende mate een kwelling. Jullie zijn met mij meegegaan in dit hele proces. Maar er is nu een moment gekomen dat... en niks meer valt te doen. En daarom vind ik het ontzettend fijn dat ik met jullie nog die reis kan maken. En dan trek ik me terug. It all comes and goes.